varend vanaf het Ketelmeer wordt aanbevolen om een opening 3 te nemen van de Ketelbrug. Maar ik heb geen idee welke dat is. Hoe lang denk je dat varen is? In Almere? Huh? Anderhalf, twee uur. 6 meter zei je, hè? Zoiets volgens mij. Wij zijn Pieter en Marieke. Meestal varen we in Friesland. Maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland. Het liefst zo ver we kunnen komen. We vertrekken richting Muiden, waarna we verder varen over de Randmeren naar Harderwijk. Daar duiken we de polder in en weer uit en varen voorbij de Ketelbrug naar Urk. Daar begint de laatste etappe van onze vakantietrip, met langs de Lange Dijk een opmerkelijk plekje. 6 sluizen komen we tegen onderweg. De laagste vaste brug is 3,90 meter. We gaan weer op pad richting Muiden. We wilden eigenlijk door de Drecht en het Hilversums Kanaal, maar dat gaat niet lukken, hè? Diepgang 8. Hadden we niet gezien gisteren. Het is wel jammer, want ik had me er erg op verheugd. En nou moeten we gewoon terug door de Mijndense sluis. Zie je dat sloepje naast je? Ja. Zo, dat heeft het laatste koekje van Debbie. Ja, uit Katwijk. We hebben ervan genoten. Gisteren was het nog bloedheet, maar vandaag is het weer omgeslagen en varen we verder. Over de Loosdrechtse plassen, een geliefd watersportgebied tussen Hilversum en de Utrechtse Vecht. Die plassen ontstonden door de winning van veen en dat veen werd naar de klanten vervoerd over dit riviertje de Drecht, waarvan je de loop nog steeds kunt zien in het water. Het komt hier uit bij de Mijndense sluis, die niet recht is, maar vanwege een bocht in de Drecht een flauwe kromming heeft. Of dat de reden is dat het hier nogal eens misgaat, weten we niet. Maar feit blijft dat de Mijndense sluis bij de een nogal wat echtelijke spanningen en voor de ander veel kijkplezier oplevert. Loenen en Vreeland, prachtige plaatsen met karakteristieke dubbele klapbruggen, vinden we nu. Bedankt hoor. Maar vroeger waren die bruggen met hun smalle doorgangen belangrijke hindernissen voor de schepen tussen Amsterdam en Keulen, 250 kilometer verderop. In die tijd de belangrijkste handelsstad van het Rijnland. De Keulse Vaart werd het water dan ook genoemd. De smalle bruggen, de bochten in de rivier en de steeds groter wordende vrachtschepen maakten de Vecht ongeschikt als verkeersader voor de beroepsvaart. Daarom werd een nieuw kanaal gegraven en zo liggen hier 2 waterwegen vlak naast elkaar. De bochtige Utrechtse Vecht en het kaarsrechte Amsterdam-Rijnkanaal, die elkaar op een paar plekken bijna kunnen zoenen. Langs onze route liggen een paar forten. Ze zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een historische verdedigingslinie die de hoofdplaats moest beschermen tegen vijandelijke troepen. Na Weesp volgt Muiden, waar achter de moderne bebouwing de karakteristieke toren van de Sint-Nicolaaskerk schuil gaat, die in vroeger tijden diende als baken voor de schippers. Want de Vecht mondde hieruit in de Zuiderzee, waardoor deze sluis als vanzelf de Grote Zeesluis heet. Bedankt hè! Thank you.
zo leuk altijd hier, hè, onder dat Muiderslot. Ja. Muiden lag buitengewoon strategisch en werd goed beschermd. Het Muizenfort, dat is aan het Vestingplein. Het schijnt dat het Muizenfort zijn bijnaam kreeg vanwege de vaalgrijze uniformen van de ingekwartierde soldaten. Maar dat kunnen we vandaag niet op echtheid controleren. Maar de belangrijkste verdediging van Muiden was natuurlijk het Muiderslot. Naar men vermoedt ooit nog door graaf Floris de V gebouwd als tolkasteel, om ook wat te verdienen aan de handel over de Vecht. Het liep slecht af met onze graaf. Maar zijn Muiderslot heeft hem ruimschoots overleefd. We staan op de slotwal van Muiden. En we zien in de verte Almere al liggen. Het lijkt heel dichtbij, maar ik denk dat we er morgen zomaar een paar uurtjes over doen. Dit is het Eemmeer, onderdeel van de Randmeren, zo'n 60 jaar geleden ontstaan door de inpoldering van Flevoland. De meren moeten ervoor zorgen dat het oude land niet verdroogt en verzakt. We zijn op weg naar Harderwijk, een plaats die voor de aanleg van de polders nog aan open water lag, maar nu ingeklemd wordt door nieuw land. Nou, geen plaats meer in de haven. Nee, in het centrum niet. Dus we gaan nu naar Jachthaven de Knar. Ik ben benieuwd hoe ver het van het centrum is qua loopafstand. We hebben in ieder geval stroom en het ligt hier ook lekker rustig. En wat gaan we morgen doen? Volgens mij hebben we niet zulke grote ambities. Er is hier een geweldig palingmuseum met heel veel lekkere verse vis. En er is hier ook een goede toko, weet ik. Dus daar wil ik ook nog naartoe. Ik wil in ieder geval nog even naar het Marius van Dokkum Museum, want volgens mij word je daar heel blij van. Ja, volgens mij ook. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Marius van Dokkum, de Rembrandt van de Veluwe, is de enige levende schilder met een eigen erkend museum. Hij is vooral bekend van zijn grappige schilderijen. Want dansen in een kerk, dat kan natuurlijk niet. Jaren geleden besloot hij dit werk niet meer te verkopen. En daardoor zijn zijn schilderijen met een knipoog alleen in dit museum te zien. Dat viel uiteindelijk toch wel mee bij die loopafstand. Ja, dat was prima te doen. Hoe ver zou het zijn geweest? Nou, 10 minuten lopen. Zo'n beetje. Nou, iets langer denk ik. Ja. Aan de overkant van het Veluwemeer ligt Harderhaven. De visser en de tuinder reiken elkaar de hand. Oh ja. Maar of het van harte is voor wat betreft die visser, dat is maar de vraag natuurlijk. Ja. Met naast gemaal Lovink de toegang naar de Flevopolder. Bijna vol. Dus we kunnen zo de trossen weer losgooien. Achter de sluis ligt een cirkelvormig gevaarte. Een slipdepot, denken wij met ons blonde verstand. Maar het blijkt een kunstwerk te zijn dat een dromerdijk uitbeeldt. Vroeger was hij blauw. En daarom heet het Blauwe Dromer, net zoals de sluis waar we zojuist doorheen gevaren zijn. Weet je wat een groenigheid? Ja, nogal. Er valt ook niet omheen te varen. Je moet even goed in de gaten houden of de waterkoeling goed blijft functioneren. We varen over de hoge dwarsvaart tussen de Blauwe Dromer en de Ketelsluis, zo'n 30 kilometer lang. Het scheelt een uurtje met een tocht over de Randmeren.
De enige plaats die we tegenkomen is Biddinghuizen, genoemd naar het historische Biddinga Husum, dat rond het jaar 800 in de Zuiderzee verdronk. Ik ga hem even in de achteruit gooien, want ik vind dat hij langzaam vaart bij de toerental. Ja, ik kan het verschil merken. Ik denk dat er tal van troep in de schroef zat. Het scheelt ongeveer een kilometer per uur. Hetzelfde toerental. Kies nu de zijde van aankomst. Kies een 1 voor bovenzijde sluis. Kies een 2 voor benedenzijde sluis. Benedenzijde. U bent aangemeld bij de ketelsluis aan de benedenzijde. Hij staat al op groen, rood-groen. Oh, mooi. 6 meter, zei je, hè? Zoiets volgens mij. Ik hou hem vast. Vanaf Ketelhaven is het maar een klein stukje naar de Ketelbrug, waar we om de golfslag te vermijden onder slipdepot IJsseloog doorvaren. Varend vanaf de Ketelmeer wordt aanbevolen om een opening 3 te nemen van de Ketelbrug. Maar ik heb geen idee welke dat is. Gelukkig heb je verrekijker. Ja, ik zag nog niks. En daar hangen die 2 gele borden, maar dat is zo'n beetje het midden van de brug. Dus dat is een heel erg. Dat nou voor een boei? Ik heb geprobeerd op te zoeken en volgens mij is dat een aanduiding voor veilig vaargebied. Urk doemt op, het voormalige eiland, vastgeklonken aan de Noordoostpolder. Toen waren we weer op Urk. Ja, tweede keer deze vakantie. Zo kom je er nooit. Ja. Ah, ik vind het wel heel leuk. Ook deze tweede keer is er nog genoeg te bekijken. Maar de vakantie zit er bijna op. We moeten verder. Hoe heet het hier, Pieter? Dit is Krijl. Dan heet dit de Rotterdamse Hoek. Oh. En dan is dit de plek waar het puin van Rotterdam is gestort. Van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Oh. De naam Rotterdamse Hoek kreeg het van de polderwerkers. Zodat niemand zou vergeten waar het puin vandaan kwam. En dan zijn we weer in Fries vaarwater. Via Lemmer varen we naar onze thuishaven Sloten. Waar we nog een nachtje overblijven om het af te leren. We hebben nog wat lekkers voor het laatst bewaard. Uit. Harderwijk. Er is weer een beetje een rommeltje geworden in de pan. Eén pans gerecht, hè? Ja. Wel met 5 gerechten of zo. Wat zit er allemaal in dan? 2 soorten kip. Kip hot en kip mild. Een broccoli gerecht. Rundvlees. Lekker eitje. Nou, zie je eruit? Heerlijk. Bijna net zo lekker als onze toko in Gorredijk. De vakantie zit erop.
Maar we zijn nog lang niet uitgevaren. We gaan verder met onze eigen alternatieve Elfstedentocht. Die kant op. Die video kun je binnenkort bekijken. Je kunt ons steunen met een duimpje omhoog of met een gift via de knop bedankt, waarmee wij onze videoapparatuur up-to-date kunnen houden. Iedereen die dat gedaan heeft, super bedankt. We zijn er echt heel blij mee. En abonneer je op ons kanaal, dan zie je de nieuwste video's meteen. Iedereen bedankt voor het kijken.